Vandaag gaan we naar de meest smerige afhaalzaken in België. Een beoordeling die niet alleen officieel gegeven is door de federale voedselinspectie van de overheid, maar ook klanten die voedselvergiftiging, rattenkak en zelfs ballaar hebben geconstateerd in deze zaken. De sectie drugs, ik zweer het, dat staat daar. Het ziet er niet zo goed uit voor ons, want helaas reviewen we 6 afhaalzaken en die tweede ga je echt gezien willen hebben. Maar we beginnen met Antwerpen pizza pasta kebab. Moosten zegt bijvoorbeeld, ik got diarrhoe after eating hier, dus ik vermoed diarree. 1 ster. Thijs zegt, de kipburger werd een hamburger, want dat is hetzelfde. Daarnaast zijn er vieze tafels. En Ilias zegt, extreem onbeleefde werknemer, na een nachtje uit gaan wij niet eens hallo zeggen. Ik bestelde een kebab met alle groenten, maar ik kreeg gewoon een broodje met vlees. Dus dat gaan we ineens gaan uittesten. Hopelijk krijg je geen diarrhoe after this. Dit is geen kip, hè? Dit is geen kip. Excuseer me, nee. Is dat een hamburger of is dat een kipburger? Want ik heb een kipburger. Kipburger. Is dat een kipburger? Kip, ja. Ah ja, oké, super. Hij zegt dat het wel een kipburger is. Maar dit is echt geen kipburger. Als Dick zegt weet wat kip is, ik ga het checken. Nooit in mijn leven dat dit kip is. Alle kip in mijn leven al gegeten. Kuiken, kieken, haan, alles broer, dit is kip. Ik heb dus effectief een kipburger besteld en ik kreeg een hamburger. Ze beweren dat het kip is, maar het is niet waar, want de vrouw naast mij had een cheeseburger besteld en dat was exact hetzelfde vlees. We hebben het gevraagd, dan krijgt hij inderdaad geen kipburger, het is gewoon vlees. We hebben dus effectief gewoon een hamburger gekregen, maar die was wel gewoon lekker en voor de rest was het wel proper. 2 op 5 omdat ze liegen over de kipburger. De volgende zaak is eigenlijk de Antwerpse McDonald's. Daar is de Andalouse burger uitgesmeerd met iemand zijn ballen. Allemaal ballaar volgens Hans. R. Hashmi zegt dat de burgers ongelooflijk klein zijn. Dan heb je nog een man die zegt de adult menu is inspired by the kids menu. Dus eigenlijk dat het altijd heel kleine porties zijn. Dus we gaan het even zien. Bro, het is gewoon dicht. Op Google stond dat dat open was. Dit pand werd in opdracht van de procureur des Konings te Antwerpen gerechtelijk verzegeld. Federale gerechtelijke politie en politiezone Antwerpen sectie drugs. Ik zweer het, dat staat daar. Check. Hey, what's fucked up? Wat nu? Opzoeken? Oké, we gaan ondertussen even naar de volgende, maar ik ga opzoeken. Oké, hier achter die trammen is de volgende zaak en er staat een security guard, wat heel raar is. Ik heb nog nooit een security guard geweten bij een kebabzaak, broer. Hij is super boos aan het rondkijken, die guy. Lara zegt, zeer onvriendelijk personeel, mijn kapsalon was zo goed als aangebrand. Quinten zegt, amper groente, veel te veel saus, niet lekker. Kapsalon was aangebrand, dus wij gaan een aangebrande kapsalon eten. Hey, kapsalon, mensen. Samurai, ja, het stinkt hier echt. Maar echt heel hard stinkt. Het is goed, maar... Oh, eerlijk zijn, wel echt een beetje missen. Van de geur? Ik weet niet, ofwel van de geur ofwel van het eten van daarna. Kijk eens hier, bro. Kijk eens hier. Het is gewoon burnt as motherfucking hell, hè. Ik doe de sound effects. Ik ga dit niet opeten. Mijn kapsalon was effectief aangebrand en het stonk daar fucking hard. De security is ook maar raar. 1 op 5. De zaak hier achter mij in het geel is hilarisch. Die eigenaar reageert op recensies. Rob zegt slechte service en luister niet naar wat je bestelt. En die eigenaar reageert, ik bepaal wat je eet hier. Dan is er ook nog Brecht die zegt, ik vraag me echt af hoe je van een Mexicano een schoenzool kan maken. En die eigenaar reageert, bedankt, ik heb een diploma schoenmaker. En dat vond ik wel grappig, dus ik heb vandaag zijn diploma bij van schoenmakerij Amir. En die ga ik in zijn zaak proberen achter te laten. Let's go. Ik zou gewoon een Mexicano mogen als je doet. Maar ik zie daar letterlijk wat fritten op de grond. Hè. Denk nog eens. Gluk. Doe normaal. Nee, nog één keer, sorry. Ja, okay. Ik niet meer doen. Nog één keer. Gluk. Ik snap het wel. Cool. What the? Bro, nee. Ik kan niet, hè. Ik kan hier niet op kouwen. What the fuck? Bro, dat is toch ranzig. We zijn hier natuurlijk voor de diploma op te hangen. Geloof me, dat verdient hij wel echt. Die Mexicano was ranzig, broer. Dat heeft hij wel echt verdiend. Smerige zaak waar je beter je eigen schoen opeet dan een Mexicano bestelt. Fuck man, 1 op 5. Het is nog niet zo lang geleden. Eind oktober. Bekend fastfoodrestaurant Medina Burger op het Astriplein. Verzegeld in onderzoek naar de witwaspraktijken. Zaakvoerder ook betrokken in drugsonderzoek. De zaakvoerder wordt ook gezocht door het Leuvense parket. Operatie Sky. 180 miljoen knotsen, broer. Wij zijn hier eigenlijk omdat wij de voedselinspectie gaan nagaan.
En ik zie op die tafel papieren van de voedselinspectie. Dat is letterlijk het logo van de voedselinspectie. Uitbater heeft ballen aan zijn lijf. En wat dan oprecht een leuke tijd, dus 5-5. Hier achter mij zie je twee zaken, Solaf en Mixor. En dat zijn twee zaken die door de voedselinspectie worden beschouwd als ranzig. Nu, bij Solaf wordt er gezegd door Hugo, smerige oplichters, mijn zoontje 80 euro laten betalen in plaats van 8. Ruud zegt ook, pas op, oplichters bestel hier niet. En Gilles zegt, spijtig genoeg is deze er s'avonds terug moeten uitzondigen. Dus die mensen heeft moeten kotsen. Voor mij een kleine kebab samurai, alsjeblieft. Besef, dit is mijn vijfde kebab vandaag. En ik ben dat echt beu. Gewoon oprecht lekker. Gans, Piet is net wel het. Waarom? Het wel zien. Is echt zo ranzig? Het is gewoon echt niet nodig. What the fuck? What the? What is dit? Dat gaat niet op slot, gast. Zeven benen, gast. Super vriendelijke en eerlijke man. Lekker eten, goedkoop, maar een smerig toilet. 3-5. En dan heb je Mixor. En bij Mixor wordt gezegd door Sam hier. Vermeden, wees voorzichtig. Na het eten gisteren bevond ik mij nadien in het ziekenhuis. Dus die mensen heeft een voedselvergiftiging. Kevin zegt, geen hygiëne. Prijzen stijgen aan de kassa omdat de oude prijzen op het menu staan. Dus ze wordt ook opgelicht. Jennifer zegt, ik heb een kapsalon kip besteld, maar ik heb geen kip gekregen. Je moet beseffen dat dit de zaak is waar dat iemand van in het ziekenhuis heeft gelegen. Ja. Hier heeft hij een voedselvergiftiging opgelopen, dat is deze zaak. Hè? Maar ik ga niks eten, jij gaat eten. Ik moet die video nog monteren ook. In het ziekenhuis. Het is echt nog clean, man. Wow, het ruikt wel lekker. Ik kan me eigenlijk zo niet inbeelden dat dat niet slecht is. Want het ziet er allemaal wel goed uit. Goed. Tenzij dat ik vannacht in het ziekenhuis lig. Ik heb iets negatiefs gevonden, moet ik zeggen. Extra gevonden, gemoeid. Nee, bro. Ik ging gewoon toevallig schijten van het buik pijn. Mm-hmm. En ik heb het gevonden. Wat? Ik ga naar het toilet. Nee, ik durf niet. Er is fucking krekelgeluid. Op een of andere manier zijn er krekelgeluiden. En kijk die grond in. En die krekels komen vandaag van. Buiten de krekels was het oprecht nog lekker en proper. 4-5. Misschien om te kijken, abonneer, like en peace out. Peace out.